jammer, maar het is de kardinaal Graham Velle. En die was heel erg politiek bezig. Die wordt hier afgebeeld. En hier ziet u de arme slachtoffers die vanaf 1568 een opstand die in bloed gesmoord dreigde te worden meemaken. Want de aandacht ging naar Heiligerlee, de aandacht ging naar Jemmingen, de aandacht ging naar de slag op de Mokerhei. Maar dat er vanuit Haringen, we gaan het straks zien, schepen gingen om de geuzen op de Waddeneilanden mee te pakken. Dat er in Den Burg, het Agnietenklooster, niet als een incident, nee, in een periode die een complete reet was, van wekenlang, Lansemond van Brederode, dat zijn dingen die wat minder naar voren zijn gebracht. Ja, noem maar Jan. Dan hebben we hier een prachtige kaart, eigenlijk uit 1570. En daar zien we de eilanden Terschelling, Vuland en Texel zien we hier liggen. En ja, in die tijd was die 80-jarige oorlog aan de gang. En ik kan me toch, als je zo'n kaart van het Waddengebied krijgt, hier ligt Wieringen nog. Als je dat het allemaal zo ziet, dan ga je toch eerlijk denken van, waar zitten we hier eigenlijk? Daar moesten die Spanjaarden het mee doen. Ja, dat ze af en toe de kluts helemaal kwijt waren hier in het Vlie en in het Marsdiep, dat moet wel, want met zulke kaarten kan je niet veel verder. Nee, dan houden we het in Nederland beter voor elkaar. Uit die periode een Nederlandse kaart, kijk, en hier hebben we dus de Schelling en Vlieland, het Vlie, en daar hebben we het Marsdiep. Dat zegt op een gegeven moment veel meer. En al die schepen die van de Oostzee kwamen en hier naar binnen kwamen, Allemaal met middelen naar Amsterdam toe. Jawel, die werden hier in het Vlie en hier in het Marsdiep, werden die steeds weer door de geuzen gepakt. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, dan ging het geld geven of dan gaan een paar mensen niet meer naar huis toe. Nou, dan gaven ze wel weer geld. En dat deden ze allemaal in opdracht van Willem van Oranje, die in Engeland zat. Ze kregen weer een kaperbrief en ze mochten dat doen. Maar hier, deze plek, het Vlie, dan praten we hier over de 16e eeuw. Ik heb net een foto kunnen maken, zo ziet het er vandaag de dag uit. Lieve mensen, er is niets veranderd, het is nog allemaal hetzelfde. Hier heb je die oostpunt van Vlieland, daar ligt Terschelling. En hier zijn op sommige dagen tientallen schepen door die geuzen gepakt. Betalen en dan mag je doorgaan. Ongelooflijk. Maar wat dat er gaat, het is eigenlijk op dat gebied niets veranderd. Het leuke is dat als je naar een kaart kijkt, en dit is een kaart die laat zien hoeveel raids er geweest zijn, dat eigenlijk wat wij gevonden hebben helemaal niet zo opvallend is. Als je alle landgangen, zoals ze toen heetten, alle zeeslagen, alle confrontaties tussen geuzen en Spaansgezinden, want hou er rekening mee, het waren niet altijd Spanjaarden, het waren vaak Walen, het waren vaak Nederlanders, het waren lui van allerlei soorten om het geloof vervolgden. Het waren ook piraten. Het is een hele bonte groep en het waren met name Friezen. Want ze komen uit Londen aangevaren in 1569 en de Walen die aan boord zijn weten niet hoe vlug ze weg mogen komen, want dat zijn geen echte zeelui. En uit Friesland en van de eilanden wordt de vloot van Tolhain in 1569, de admiraal die als eerste een grote vloot prijs maakt, wordt die vloot opnieuw herbemand en ze varen met meer schepen uit. Ik praat over gigantische massa's. We hebben nagezocht dat in september 1569, vanuit de Oostzee komend, 100 schepen geladen met graan zijn prijsgemaakt. Ik praat over een bedrag omgerekend en gecorrigeerd en gecontroleerd van 300.000 daalders, zeg 450.000 gulden, maal 100 minimaal. Dat is wat in één maand op het Vlie gepakt is. En er is eigenlijk heel weinig in geschiedenisboeken naar gekeken dat de schade daar zo groot is geweest. Wat deden ze met die schepen? Die werden tegen losgeld werden die uitgezet en men kon dan op een gegeven moment een briefje gaan halen. En in dat briefje stond dan dat men losgeld had moeten betalen. En dan kon je naar de zeeverzekering gaan. Dus dat doet Alfa, kom je tegen de bronnen. Alfa verandert even de voorwaarden van de zeeverzekering, die al te vriendelijk met de Spanjaarden omgaat, al te vriendelijk met de geuzen omgaat. Die kan het verder schudden dat die schadevergoeding krijgt in de 16e eeuw. Met andere woorden, deze kaart spreekt boekdelen.
En als je even kijkt, dan zie je dat het opvalt. Ameland, hier twee keer, ten meer. Landgangen, vier, vijf keer. Terschelling, een aantal malen voor de wal van West en op Terschelling zelf. Hier Vlieland, een zeeslag, tot twee keer toe, 1569, 1572. Een maand voor Den Briel, ondergesneeuwd, een maand voor Den Briel. Als de koppen, maar Jan straks over wat zal gaan zeggen, afgehakt worden op het Grote Plein in Groningen, dan is het mis. En dan is het een maand voordat Den Briel gebeurt. Texel hier, een aantal malen, tientallen schepen, met name in 1571 het begin, als het eiland op losgeld wordt gezet en duizenden guldens wordt gevraagd aan losgeld aan de arme bevolking van het eiland. En dan voortdurend dat er wat er tussendoor gebeurt. Reed hier, aanvalletje daar, schip genomen hier. Op een gegeven moment de 10 schepen van Hanzensteden die gevangen worden in de buurt van Terschelling. Een raid. En de vraag die je mag stellen is, waar was de vloot van Alva? Waar was de vloot van Bossu? Waar was de vloot van de Texelse schout Boshuizen, die admiraal was? Hij was er heel vaak niet. Want we weten dat in de strategische en tactische overwegingen werd gedacht, die zeegaten zijn niet zo belangrijk, dan komen ze toch moeilijk naar binnen. Maar één waarheid had men vergeten zich te realiseren. En die waarheid was, geschiedenis gaat in belangrijke mate over het brood wat je in je mond stopt. En dat brood wat je in je mond stopt, komt van de Oostzee. En die Oostzeeschepen, 300 stuks in die tijd, die varen. En als je die pakt, dan pak je de graanvoorziening van de grootste koopstad in het noorden, Amsterdam. En als je Amsterdam hebt, dan heb je eigenlijk al een heel stuk gewonnen. Niet Ten Briel, Amsterdam. Daarom was het dat aan die zeegaten de strop werd afgeknepen. Daarom was het dat die graanschepen werden prijsgemaakt. Daarom was het dat Amsterdam in 1578 als katholieke stad zich over moest geven en bij de opstand zich aan kon sluiten. Een aantal van die bronnen zijn beschreven, een aantal ook niet. Maar dat die schade zo groot was en zo gigantisch, dat is wat we in ons boek en in ons onderzoek terug hebben gevonden. Ja, wat dat is nu? Een van de dingen, als je boek maakt, nou weer niet uitgeven, wil je nog minder. Ik ben heel blij dat ze het boek heeft willen helpen uitgeven en weer uitgegeven. Want we moesten er wel over tuigen. Ja, jullie Den Briel en dan ga je dus wat doen nu en zo. En dat hebben we over moeten praten. Maar dat is gebeurd. Dat is gelukt. Een van de grote problemen is beeldmateriaal vinden. Want 17e eeuw beeldmateriaal genoeg. Maar 16e eeuw beeldmateriaal, afgezien van die paar prenten van Geuze, van Alva, etc. Kaart, we hebben het teruggevonden. En hier heb je een prachtige kaart, ook geholpen door het Instituut voor Militaire Historie, Adrie van Vliet, die een prachtig boek heeft geschreven over militaire geschiedenis van Nederland. De eerste deel is 1 of 2 jaar uit. Geus, Nationaal Archief, daar heb je hem. Niet een van die standaardplaten, maar echt een plaat die laat zien wat dit is. Halverwege een vrijheidsstrijder, halverwege een piraat. Met een zwaard bij zich, en met een soort van boog bij zich, en de Geuzenpenning in de hoek. Dat is Geus in het Nationaal Archief. Print die niet zo gek vaak is uitgegeven, wel terug te vinden is in die militaire geschiedenis. Jan de Bol. Ja, en dan kom je dus daar in Brussel en dan zie je tot je enorme verrassing allemaal van deze brieven liggen. En ik moet u zeggen, ik heb gelukkig een paar keer ontzettend snel kunnen ontdekken het woordje het vlie. En toen zei ik, hier staat het vlie, hier staat het vlie, wat staat daar nou allemaal? Nou, gelukkig kwam ik er al heel snel achter dat in 1572, in de maand januari, tijdens een zware storm, dat Castelrons met blijdschap aan Alva meldde, dat er 10 geuzenschepen op het strand van Vlieland waren vastgelopen. Maar, puntje, ze hadden ook 10 ontvreemde schepen van de Noordzee bij zich. Ja, zo ging dat. En van het ene kwam het andere. Maar hier kan ik het niet vinden. Mevrouw Schokker. Daar leest u dat in het vlie leggen met een loodsmandboot hebbende omtrent 70 personen etcetera aan boord. Een van de vele keren dat de vlie wordt genoemd, naast de vele keren dat Texel wordt genoemd, naast de vele keren dat Ameland wordt genoemd. Maar dat zit er gewoon in geweven. En dit was hem. Ja. Want toen we hier waren op een gegeven ogenblik, toen zag ik hier staan het vlie. Ik zeg, hier staat het vlie, man, moet je kijken. Het Vlieland, man, moet je kijken. Nou, hij gaf gelukkig meteen de uitleg over wat dat was. En wat bleek, toen we alles allemaal
uiteindelijk eens een keer goed vertaald hadden, toen bleek dus eigenlijk dat Vlieland, het dorp Oost-Vlieland, eigenlijk het grote bolwerk is geweest van de watergeuzen. De piraten zaten dus op Vlieland. Mijn hart was scherp. Heer van der Scherp. Deze brief die stamt uit 1571. En u ziet hier dat de admiraal van de Geuzen, die heette Boshuizen, Texel, wederom, dat hij terugvaart van Noorwegen, de Oostzee, dat hij ene Lancelot van Brederode, de bastaard, een van de grote Geuzen, broer van de grote Geus, dat hij zich in Noordse water ophield. Hij vaart langs de kust, et cetera. Bij Vliekop, hij deelt zijn eskader in twee delen. Eén deel stuurt hij de Vliegop en dan gaat hij naar de Vlie en dan komt hij Terschelling in beeld en dan blijkt dat de Geuzen, dat hij bij Terschelling aan land vluchten en uit de handen van deze meneer vandaan blijven. Terwijl kort daarvoor, en dat moet ook gezegd worden, drie schepen op het Vlie tot een ramp hebben geleid voor de Geuzen en voor de Spaanse gezinden, omdat daar een stuk radicalisering ontstaan is, omdat één kapitein, een Jan van Trooijen, opgehangen werd waarop de Geuzen zeiden, nu pakken we iedereen die Spaans gezind is en nu is het afgelopen. Dat is het verhaal waarin Terschelling een rol speelt. Dat hele gebied, dat is belangrijk, maar al die eilanden vormen een strategisch punt van betekenis met elkaar en de schepen gingen en kwamen heel vaak vanuit Den Helder. Aangestuurd door meneer Casper de Rolde, van jullie merkwaardigerwijs, op de dijk. Zo'n beeld van hem staan, Harlingen, met die beeld van hem staan. En dat de Rolde dan? Ja, de Rolde, sorry, ik ben er waar. De Rolde die misschien iets verdient, maar of het helemaal verdiend is, dat gaat Jan zo wat over zeggen. Dan moeten we het beeld weghalen. We hebben de eerste toezegging binnen. Hier ziet u de Nijnhuis in ons midden. Ik ben heel blij dat de Elbrakamer zich door hem laat vervangen. En dat we hem straks boek aan kunnen bieden. Ook namens drie figuren die het doet doen. Nicolaas Ruimthaven. U zult hem tegenkomen bij het beleg van Alkmaar bij Haarlem, et cetera. Die ook op het Vlie rond vaart en doet. Daar ziet u meneer Mentens, of Mentena, een Groninger, prachtig beeld. Maar deze meneer, ik laat het even aan u over, want we hebben daar contact over gehad. Deze meneer Dirk Snoei. En ik ben die Dirk Snoei tegengekomen in Pieterburen. U weet dat hij iets was met zeehonden, maar daar ging het dit keer niet over. En er is een kerk en daar hangt een rouwbord. Dat rouwbord is van meneer Snoei, die Sonoy heet. En meneer Sonoy, die was ook commandant. En meneer Sonoy, die heeft iets met de marine gedaan. Ik zwijg erover, meneer Nijenhuis, om niet het gras voor uw voeten weg te maaien. Ja, de volgende. Overal te zien, de slag op de Zuiderzee. De meeste kennen het, Westfries Museum, van groot belang. Maar die slag op de Zuiderzee kon pas gestreden worden nadat elders botsingen waren geweest tussen Spaanse zindenschepen en Geuzenschepen. Die kon pas gestreden worden toen de Geuzen zich min of meer zeker voelden om hem aan te gaan. Want eigenlijk is de slag op de Zuiderzee het eindpunt voorlopig van een confrontatie vanaf 1569 tot 1572. En ik heb hem genomen, hij staat in het boek, omdat je zo aardig de schepen, de modellen, het soort schepen daar kunt zien op die prachtige gevels aan de horizon. Waar ik u echt alle adviseer om eens te gaan kijken, want het is de moeite waard. Jan de Wolf. Ja, en hier hebben we dan natuurlijk Harlingen, lieve mensen. Moet je toch eens kijken, wat een prachtig stad. Ik zeg, als je vandaag de dag naar Harlingen loopt, kom je nog zoveel van die mooie oude panden tegen. Nou, dit is Harlingen anno 1562. Nog voordat die 80-jarige oorlog uitbrak. Maar ja, ik moet je ook eerlijk zeggen, dit is natuurlijk toch ook schitterend. En laten we dan een paar jaar verder gaan. Dan krijgen we op een gegeven moment al 1569. Dat de drost van Harlingen toen destijds, Georg van Espelbach, die sprak met mensen die vrij waren gelaten door de Geuzen. Want die kwamen van handelsschepen af. De boetes was allemaal betaald en de mensen naar Harlingen gebracht. En toen hebben ze aan de drost van Harlingen verteld
hoe ze allemaal huisgehouden hadden, die geuzen, en dat ze gelukkig tegen betaling toch vrij konden komen. Prachtig, ik moet zeggen, Harlingen, dat gaat een feest. Je hebt nog een keer zo'n prachtige platte grond van Harlingen. Laten we eerlijk zijn, en als we dan over 1569 praten, dan kunnen we net zo goed naar 1572 gaan. Want dan krijgt de Raad van Harlingen, die krijgt op een gegeven moment een prachtige uitleg, dat op 14 maart 1572 vanuit Harlingen vijf schepen naar Vlieland toe zijn gegaan, vol met Spaanse of Waalse soldaten. Ik moet je zeggen, je krijgt steeds meer boven water. En dat is heel bijzonder. En dat is voor de geschiedenis van de Waddeneilanden en Harlingen zeer bijzonder. Kleine aanvulling, dat is wat we daar ook in Brussel teruggevonden hebben. Dat is dat je dan ziet dat Jors van Espelbach, die commandant is van het blokhuis hier, wat u ook op de foto hebt kunnen zien, dat hij bericht krijgt van Terschellingers die van Vlieland afkomen en die ondervraagd worden hoe de geuzen zich voelen op dat eiland in 1572. En of ze bang zijn met die paar scheepjes waarmee ze de winter zijn doorgekomen. En of er een goede kans is, en dan zeggen ze ja, we zijn bang dat er een hele hoop uit Harlingen gaan komen die ons het even zuur gaan maken. En dat zijn dus, dan komt de geschiedenis heel dichtbij. Dan wordt die angst en die zorg die er geweest is in die tijd heel erg zichtbaar, Jan. Op een gegeven moment krijg je het feit dat er hier in 1568 in Harlingen 1500 Spanjaarden aan land komen. En die gingen meteen het land in, die gingen verder. En dan kregen we de slag bij Heiligerlee. En dan kregen we op een gegeven ogenblik de slag bij Jemmingen. Dat gebeurde allemaal op het land. Daar zijn wij eigenlijk niet verder in gegaan. Dat zijn we niet blijven volgen. Het gaat ons erom, wat gebeurde er hier op zee? Wat gebeurde er hier allemaal? En ja, dan staat natuurlijk weer het prachtige standbeeld hier in Harlingen. Dat is schitterend, jongens. In 1576 is dit standbeeld al neergezet, omdat na de Allerheiligenvloed op de 1e van de 11e 1570, toen waren de dijken allemaal doorgespoeld. En als de Rommels moest toch ook wat om zijn Spanjaarden denken en de andere gelovigen erbij. En toen heeft hij weer meegeholpen om de bedijking weer een beetje op gang te brengen. Nou, daar waren ze in Harlingen zo dankbaar voor, dat in 1576 hebben ze dit standbeeld opgericht. De echte twee originele koppen van deze goede man, die zijn op dit moment in het Fries Museum te kijken. Maar deze anno 1774 erbovenop gezet, zijn nog steeds. En wat ik zo frappant vind, als je goed kijkt en je staat bij dat standbeeld, dan moet je er eens naar die ogen van Caspar de Roppels kijken. Hij koekeloert toch elke keer richting Vlieland de Schelling zo van, waar komt daar aan, waar komt daar aan? Je kunt het zien, lieve mensen. Als je erbij gaat staan, maak maar een foto. Caspar de Roppels, nou. Okay. Ja, en dan, we hebben geprobeerd, en dat is goed gelukt, om alle eilanden tot hun recht te laten komen. Want het is het enige eiland waar wat minder gebeurd is, dat is naar de kant van Rotterdam en Schiermonnikoog. We hebben wel een actie gevonden, eentje, twee. Maar op de een of andere manier lag dat te dicht bij Emden. En Ameland, Terschellingen en Vlieland en Texel lagen verder weg. En daar gingen de eigenlijke acties heen. Hebben alle eilanden geprobeerd hun recht te geven. En hier, prachtige kaart uit het Nationaal Archief van het Marsdiep. Jullie kennen hem ongetwijfeld in Texel. Ik heb hier een paar bronnen. We lezen ze even. We hebben bij Texel, in ieder geval door de geuzen, niet alleen op 7 maart 1571, maar ook een paar weken later, met een complete koopvaardersvloot van tientallen schepen gegijzeld bij het eiland voor je losgeld. We lezen veel over het verbranden van en het plunderen en het aanpakken van vrouwen en van nonnen op Texel. Maar wat minder is de telling van wat er voor de wal gebeurd is. Wat minder is de telling van wat Lanselot van Brederode heeft gedaan. Wat minder is wat er op het bij de Oosterend is gebeurd. Ja, zeker, we hebben zijn bed door de kerk naar buiten gestoken, de muur. Allemaal nare dingen gedaan. Maar alleen toen al, tientallen schepen gegijzeld voor losgeld, wisselen 30, 40, 50 schepen. En dat is één paar weken.
Ik heb het dan niet over 1569, ik heb het niet over 1572, als dergelijke acties ook plaatsvinden. Als je het op gaat tellen, dan wordt er gezegd, is het economische oorlogvoering geweest? Zo wijs waren ze toen nog niet. Nou, ik vraag dat te betwijfelen. Als je toch met regelmaat zoveel graan scheept, zo vaak gijzelt, dan kan daar ook niet anders dan ook een economische bedoeling achter hebben gelegen. Pieter Jans van Westerlee in Oldenborg. We hebben de getuigenissen van de geuzen zelf geleverd. Hoe kom je daarachter? Dan kom je door in de bronnen te kijken en in Brussel en in Den Haag daar te ontdekken dat er ondervragingen zijn geweest. Als bij wijze van spreken in maart 1572 tientallen geuzen worden ondervraagd door de Robles en zijn maten, dan bekennen ze van alles wat ze gedaan hebben om vrij te komen. Ja, we waren erbij. Ja, toen is dat schip genomen. Maar wij hoorden er niet bij hoor, want wij waren echt meegenomen tegen onze zin. Wij geloofden de Robles niet in, maar dat staat allemaal verslagen. Ik vind eigenlijk getuigen van rechtbank en van rechtsonderzoekingen zijn de mooiste bronnen, al is het alleen maar omdat ja, daar dingen gezegd worden die je eigenlijk nergens anders tegenkomt. En ik weet wel, het gebeurde onder marteling. Want degenen die ondervraagd werden, die hingen de volgende dag aan een galg op de Grote Markt in Groningen. Want ze gingen via Harlingen naar Leeuwarden, naar Groningen. Daar had de Robles dus zo'n beetje zijn hoofdkwartier. Die te staan, ongeveer 3 of 4 dagen nadat in Burg op Texel door de zeerovers was genomen en met 2 anderen op het schip van de zeerovers zieken is gaan varen. Tientallen namen van geuzen hebben we teruggevonden. Ja, veel meer. Er had 10 delen geschiedenis geschreven kunnen worden met alle biografieën van de geuzen die we tegengekomen zijn. Die is er nog niet, het zou wel leuk zijn als het ooit gebeurt. Vooral van 2 maanden onder het verzoek van de kapitein om te blijven van boord naar land zijn gegaan. Deze Pieter Jans is met luitenanten en andere soldaten op Texel naar land geweest, ondanks de uitdrukkelijke wens van zijn echtgenoot en nog een andere vrouwspersoon. En dan zegt hij, sorry, ja, neem me niet kwalijk, had niet moeten doen. Mevrouw zei nog zo dat ik het niet had moeten doen. Hij verliest zijn kop, hij verliest zijn leven. Wel, want meneer de Robles was een hele strenge meneer. De Grote Markt van Antwerpen, Jan zal er straks iets over zeggen, van Groningen. Het tafereel dat meneer daar ja, zelf meehelpt met veroordeelde geuzen op te hangen. Jan zal de rest vertellen. En dat er staat dat hij zegt dat de priester, die heeft de dag van zijn leven gehad, want hij riep dat ze allemaal verkeerd zijn tot goede christenen. Ja, ik bedoel, dat lijkt me vanzelfsprekend als je voor je eind staat, dat je dan opeens een goed christen wordt. En of dat nou echt een overtuiging was, dat vraag ik me af. Texel. Jan. Hier, nog een keer, Marcie. Ene Meinerts, ook eentje die we in het archief teruggevonden hebben. Verhaal van de schouder van Texel in een brief van 22 maart aan de Raad van Holland. Al die brieven zijn er nog. Ze liggen allemaal in Brussel. Omdat je moet gaan kijken waar het bestuur zat. Het bestuur zat niet in Den Haag. Het bestuur zat niet in een van de provinciehoofdsteden. Alle centrale brieven gingen naar Brussel. En daar hebben we ze ontmoet. Hier de Waal, Hoorn, Oosteren, de Westen, de Kool, vernielde zij. De secretaris van het eiland schrijft op de 26e zijn 2 vijanden naar de Westen en Den Hoorn kerken door binnen gegaan. En hebben moedwillig in de eredienst gebruikt om voorwerpen vernield. We hebben, ja, als het ware, zeg maar rustig miniatuurtjes van gebeurtenissen teruggevonden. Die gewoon het leven opnieuw inblazen aan dit stuk vergeten geschiedenis. Ja. Nou ja, kijk, ik wil het nog even ook weer eventjes met veel trots onze vriend Frans Schot noemen. Want als wij Frans vragen van, zou je een leuke tekening ergens over willen maken? Nou jongens, de Schot die gaat zitten en die begint te tekenen. En het is te gek. Dit heeft ooit een tentoonstelling in zijn geweest in het behouden huis op de Schelling over het ongewenste bezoek van de geuzen op de Schelling. En kijk, daar komt ook opeens die fantasie, je zou zowat zeggen, jij bent ooit een geus geweest. Want als je ziet hoe jij dat allemaal voor elkaar maakt, schitterend. En ik moet zeggen, wij zijn zeer dankbaar Frans Schot dat jij ook voor ons met het boek op deze wijze hebt meegewerkt om een beeld te geven van hoe die geuzen eruit zagen. En dan hier de Schelling, jongens. Ja, ik moet je toch eerlijk zeggen. Het geuzen is dus allemaal. Hier Vrieland, hier de Schelling. Wij zullen toch wel leven. We hebben de gegevens teruggevonden van die hulppastoor op street in de Schelling. Die was hulppastoor, maar die sloot zich aan bij de watergeuzen. Dat was Jan Jareks. En dan krijg je weer het verhaal van het vernieuwen van het kasteel van de heer van Terschelling, Karel van Arenberg.
hebben alles in officiële stukken hebben we weer teruggevonden en staat allemaal verwoord in het boek. Even, wat, er waren drie meldingen bekend van Jaarden. Jullie hebben op Texel gezegd dat er niet veel verder te vinden was. We hebben in Brussel in totaal 6 of 7 op Terschelling 6 of 7 vermeldingen gevonden met meer informatie dan tot nog toe bekend was. En dat zijn details waar we nu even niet op ingaan. Ja, dit is geweldig. Pieter Jan Borst van Ameland is in ons midden. En Pieter Jan, het verhaal van wat wij op Ameland gevonden hebben is echt, dat is geweldig. Ik geef één verhaal. Dat is in 1571. Moet je je voorstellen, er komen, nou, dat hele verhaal dat kennen jullie natuurlijk van wat er in het voorjaar gebeurt bij Ballen. Dat die geuzen aan boord, daar van boord gaan en dat ze bij Ballen daar proberen het slot van de Erekamminga te pakken. En dat ze dan, ja, zeg maar rustig van een koude kermis thuiskomen. Want de Spaanse gezinnen hebben troepen gestuurd en dat gaat niet goed en ze moeten weg. En hoe ze weg moeten, dat staat hier beschreven. Ene meneer Entens, die heeft zo snel moeten lopen dat hij half gekleed was. Hij had zijn fluwelen broek uit moeten trekken om zelf naar zijn schip te kunnen rennen en zwemmen. U ziet die geus met die broek op zijn knieën maken dat hij benen heeft om uiteindelijk weer verder bij zijn schip te komen. Dat verhaal staat erin, dat is een bekend verhaal. Maar wat minder bekend is, is dat in het najaar van 1571 komen de geuzen terug om wraak te nemen. En dan trekken ze via Ballen, ik denk dat het Holm is, ik weet het niet helemaal zeker. Dan trekken ze via Ballen naar Holm en in Holm, daar komen ze de rentmeester van de heren van Kamminga tegen. Daar hebben ze nog een rekening mee uitstaan. Want die rentmeester die heeft belasting geheven en die heeft die geuzen meehelpen, ja, zeg maar rustig veroordelen en daar problemen over gemaakt. Er kwamen 8 of 9 geuzen aan de wal. Ze hebben hun schepen, ik denk, in de wal op een bocht neergelegd. Zeker weten doe ik het niet. En ze gaan naar het huis van de rentmeester en met hun geweren in aanslag op de borst van die rentmeester zeggen ze, nou jongen, jouw tijd is geweest. Vertel maar even waar de centen liggen en waar de kleren liggen, want dat is geld waard. En de vrouw van de rentmeester, die moet die riem die ze om heeft, die gaan je ophangen op ons schip, want we hebben daar een prachtige boegspriet en dat werkt veel beter en veel sneller dan gewoon een echte galg. En we willen er compleet van hebben, nietwaar? Oké, het hele gezelschap trekt met deze meneer op het eiland terug naar de schepen. Ze komen weer bij die schepen, bijna, dan zijn ze ter hoogte van Ballen, misschien net. En dan zit daar een gezelschap, Ameland zit daar bij een kroeg aan tafel buiten, gezellig een borrel te drinken. En die zeggen tegen die geuze, wat is hier aan de hand? Die geuze, ja, deze man moet mee, want ja, die is vervelend geweest en zo, die gaan we ophangen. Nou, kom even aan tafel en drinken eerst nog even een borreltje. Dus verhaal staat er echt. We drinken een borreltje, ja, zeggen die Amelanders, moet je luisteren, we vinden dat toch eigenlijk heel jammer. Dat die man dood moet, want jij kan het ook niet helpen, het waren de kamergaat, et cetera. Het waren anderen die het deden, dat was echt niet deze meneer. Nou ja, wat heb je er voor over? Ja, 500 gulden vragen we dan, hè? Nee, te veel hebben we niet. Ze maken de deal, ik geloof op 100 gulden, en de rentmeester van de heren van Kamminga, die mag vrolijk naar huis toe, naar zijn vrouw, is wat kwijtgeraakt aan goederen, maar hij is er vanaf gekomen. Ik zou zeggen, probeer vandaag de dag eens in een guerrilla-gebied zoiets voor elkaar te krijgen, dat je aan de kroegtafel jezelf vrij maakt voor een vijfde van de prijs. Dat verhaal kom je ook tegen. Eén van de vele verhalen die we uit de bronnen hebben geleerd. Prachtige verhalen, die eigenlijk ondergesneeuwd zijn en die over het eiland te delen wel bekend waren. Maar als je naar de bron van de wijsheid gaat, daar waar het centrale bestuur zit, die alle verslagen krijgt, dan wordt het beeld compleet. Groot. Ja. Ja, dat vind ik zelf altijd nog een prachtige kaart, die op een gegeven moment van Jan Wagenaar. Hier kan je nog eens een keer heel mooi zien, het mastdiep en hier dus het vlieg. Hier hebben we Texel eiland, Magapart eiland en Vlieland ten westen en Vlieland ten oosten. En hier, Vlieland ten oosten, daar was eigenlijk het geuzennest. Daar zaten ze allemaal. Daar bouwden ze het eerste dorpje. Het was ook makkelijk, er was helemaal geen dijk. Je liep meteen het wat in en je kon in je woontje stappen, hupsakee. En je was hier al meteen en je kon die graanschepen weer te pakken nemen. Wat hier allemaal is gebeurd, ongelooflijk. Maar ja, wij wisten ook niet dat Casper de Robbelus een keer in de gaten had dat alle watergeuzen van Vlieland bijna vertrokken waren met hun bootjes. En toen is Casper uit Harlingen gekomen en heeft hij in 1575 het dorp wat de watergeuzen op Vlieland had gebouwd, heeft hij helemaal plat gebrand. Ja, maar in de straks nog even. Dingen die je tegenkomt, die Wieringen, het is de bank.
barre winter van 1672, het ijskruid, het is verschrikkelijk. Dat hier de geuzen even tijdelijk wegvluchten van het Vliet, zich hier op Vierion laten vinden. Ze hebben dan geloof ik in hier langs de kust van Holland hebben ze nog wat bosgeld opgehaald. En dat daar het schip vastvriest en dat de hond van de wal komen Spaanse in de troepen. En die verzamelen zich achter die kanonnen, gaan schieten en de geuzen zijn bezig dat schip los te kappen. En weten net op tijd uit het ijs weg te komen. Dat is een indianenverhaal bij wijze van spreken. Maar het is een schitterend verhaal om in de bronnen tegen te komen. Een van de vele, staat er ook in een van de vele. Ja, en het waren allemaal schepen die daar binnenkwamen, elke keer eruit gingen. En de geuzen die hadden allerlei soorten schepen in handen. Soms hadden ze zelfs hele grote in handen. En zaten er een aantal hier voor in die boespiet om te kijken of er ergens alweer een schip aankwam. Dan konden ze erop af. Maar ze hadden niet alleen die grote, ze deden het op deze manier. Een soort galei. Maar daar gingen ze ook mee, het mastdiep op en het vlieg op, om te kijken of ze schepen te pakken konden nemen. En als ze er een zagen, dan roeiden ze er op deze manier naartoe. Dan klommen ze bij het schip omhoog en dan moest er eerst geld betaald worden voordat men verder kon varen. Ja, en dit zijn hele bijzondere dingen, jongens. Laten we duidelijk zijn. Dit zijn geuzenpenningen. Vooral de geuzen uit het noorden van de Nederlanden, die hadden eigenlijk deze penning om. Ik moet eerlijk zeggen dat ik bij mijn trotse verzameling ook nog zo'n geuze penning heb kunnen toevoegen. Maar dit waren ze, die werden gemaakt, die droegen ze. Maar er waren ook geuzen die droegen deze. En dan staat hier eigenlijk vrij vertaald op een gegeven ogenblik, liever Turks dan de paus. Turks dan de paus. Het is later van gemaakt, liever Turks dan paaps. Maar het was natuurlijk een grote geloofstrijd die daar bezig was. Maar als je een geus was, dan wilde je toch één ding om je nek hebben. En dat was of deze, of het was deze. Dat en dan was zie je dan hoe aardig het is dat hij begonnen met de slag bij de Pantoven. Turken tegen de katholieke koning. We zijn in het noorden. Betreffen zijn de omgekeerde bondgenootschap. En dat is een veel groter geheel. Iets kan alleen maar de Bril of noem maar wat. Volgende jaar. Ja, en dan komen we in Groningen terecht. Dit was Groningen in de periode. Nou, lieve mensen. In 1572 was er tussen Vlieland en Terschelling weer zo'n enorme slag tussen de Spanjaarden en de Geuzen. En dit keer wisten de Spanjaarden de Geuzen te pakken te nemen. Ze hebben er ongeveer 30 gevangen genomen en de 12 voornaamsten in naam, die hebben ze meteen door een scheepsjongen op een van die schepen allemaal de kop laten afhakken. Dat hebben ze gedaan, die 12 koppen hebben ze in een groot vat gedouwd met zout en de anderen hebben ze gevangen genomen. Ze zijn naar Harlingen gegaan, vanuit Harlingen met dat vat met koppen zijn ze via Leeuwarden naar Groningen gegaan. En toen op de Grote Markt in Groningen, daar moesten de restant van de gevangen genomen watergeuzen, moesten met een echte piek recht voor zich over de markt lopen, met bovenop die piek een van die koppen die uit dat zout vandaan kwam. En ze moesten hun maten ook nog recht in de ogen kijken, moesten ze dat hele marktplein moesten ze ommarcheren. En toen ze dat gedaan hadden, werd met goedvinden van de bestuurderen van Groningen, maar met name de stadhouder van Groningen en Friesland, meneer Casper de Robles, werd er gezegd, en haak nou die koppen van die anderen ook allemaal maar af. En zo zijn allemaal echt daadwerkelijk, meneer Casper was ook daarbij en vond dat ook weer goed. Op zulke plekken wat daar zich afspeelde. Als je dit leest straks, dan zie je het gewoon voor je gebeuren. Het is vreselijk, maar het is gewoon zo. Ja, en dan, ik heb het u al verteld. In 1575 is Oost-Friesland platgebrand. Nou, dat is niet dit plaatje. Maar we kunnen daar niets van terugvinden. We hebben over het platbranden van het dorp Oost-Friesland maar drie vage gegevens teruggevonden. Eén in Groningen en wat schippers die dat verklaard hebben, maar die aangeven dat Vlieland door de geuzen is platgebrand, maar verder dus niet.
Ik weet zelf dat ik ooit, toen ik een jaar of 18 was, en dit verhaal ook al een beetje in mijn hoofd had zitten, want ik heb één passie, dat is de geschiedenis van Vlieland. En toen vond ik, toen men dat afbrak op Vlieland, zag ik een roos, eigenlijk allemaal geroosterd goed in de grond zitten. Toen ben ik, was dat ook niet gewend, naar de toenmalige burgemeester geweest. En ik zei, burgemeester, ik denk dat ik de laag heb gevonden waar ooit Oost-Vlieland is platgebrand, de watergeuzen. Daar moet u morgen naar kijken, misschien liggen er nog wel dingen in. Nou, de volgende dag kwam er een grote dreklijn en die had alles overgelukkig dichtgezongen. Dus het was afgelopen, maar het geeft niet. Het is wel zo, omdat dat geuzenbolwerk daar zat, hebben de Spanjaarden dat platgebrand. En als ik dan tot slot het laatste plaatje laat zien. Oh nee, jij mag dat. Nou, we gaan het eigenlijk langs van afronden, want we kunnen uren voort, dat begrijpt u, dat willen we ook graag doen, maar ik denk dat het een beetje laat voor u wordt, als ik het hele verhaal ga vertellen. We zien dat het goed is, Den Briel natuurlijk, Den Briel heeft een ongelooflijke betekenis gehad als een wake-up call. Haast is het, ja, de psychologische betekenis van Den Briel is onomstreden, dat gaan we ook zeggen. En Den Briel is natuurlijk 1 april, niet alleen voor een alvast een bril, maar daar begint eigenlijk ook feitelijk de eerste grote successenreeks van de opstand. Met alle vreselijke dingen, met de martelaar van Gorinchem, et cetera, en de stadsbestuur. Allemaal waar. Allemaal waar. Maar het verhaal van de eilanden is minstens zo belangrijk. En de rehabilitatie van de geschiedenis van het noorden is meer dan nodig, als je dit ziet. En even naar de 5 eilanden toe. Als je even kijkt, al die eilanden, die hebben allemaal hun prijs betaald, en Harlingen, hun prijs betaald, voor wat daar gebeurd is. Vanuit Harlingen ging Casper de Rome, stuurde zijn schepen, et cetera. En het verhaal van wat hij deed op zee en zijn maritieme daden zijn eigenlijk ondergesneeuwd ten opzichte van die dijken. Maar dat verhaal is anders. Het was een hele dappere man, maar ook een man die in zijn tijd leefde en die vreselijke terechtstellingen meemaakte, maar dat deden ze allemaal. Texel, niet alleen het klooster van de Agnieten, niet alleen de Koop, niet alleen Den Hoorn. Het is overal gebeurd dat die kerken werden gepakt en er zijn meermalen grote hoeveelheden schepen gepakt, niet alleen van Texelschade. Texelschade is, bij wijze van spreken, een incident in een structureel verloop van de betekenis van het eiland waar dit echt bij hoort. Vlieland. Geuzen die smidsen op Oost-Vlieland maken om kettingkogels te produceren en die hun schepen in de winter van 1571 op de wal trekken waar de Spanjaarden zeggen, we gaan erheen, maar het lukt even niet, want het ijs is niet stevig. De eerste geuze die bij Jaarrecht, die van Terschelling afkomt, de pastoor van Striek, die daar een grote rol speelt, niet alleen in Vlieland, maar ook als ik me goed herinner, Hinderlopen, daar was die ook bij betrokken, andere gegevens. Ameland met zijn strijd tegen van de Kamminga's, et cetera. Allemaal van betekenis. Wat heel vaak onderschat is, is dat bijvoorbeeld Terschelling, met zijn heren van Terschelling, die zeer Spaans gezind waren, een daarvan overleed, zelfs bij Heiligerlee, een van de heren van Terschelling, dat die natuurlijk ook strijdgezind waren. Reden waarom ze die heer afgemaakt hebben, want het is natuurlijk geen vertoning als je dan de opstand meedoet en een van degenen die tegen jou strijdt is heer van een stuk gebied van jou. Ameland, waar het verhaal van Balm, het verhaal van, maar rustig zeggen, die terechtstellingen, het verhaal van de burgemeester van Ameland die aan een paar geuzen op, dat we zeggen, die tegen een paar koopvaders zegt, joh, er staat toch wat prijsgeld uit. Ga dat even halen in Emden. En vraag er wel een kwitantie bij, dan weten we dat het betaald is. Al die eilanden hebben hun rol gespeeld. Terug te vinden in de archieven van Alva, in de archieven van Boshuizen, in de archieven van Bossuil. En die zitten in Brussel. We duiken er nog even naar. Ja. We gaan even iets Bossu in het Westelijk Museum. En daar ging het op. Antwerpen, Amsterdam, dat in 1578, na lange jaren, de strijd opgeeft en van katholieke stadsbestuur in handen komt van een protestant stadsbestuur. Nadat de stad verarmd was, de honderden rijke families waren afkondigd, teruggebracht waren tot 400, nadat de stad was geblokkeerd in zijn graanhandel en daar is dan uiteindelijk de volgende stap in de opstand het gevolg van. En dat is het verhaal. En dan was dat tot de deze. Ja, dat was zeker. Dat vind ik wel heel grappig.
Dit is het wapen van het huidige gemeente Vlieland. Dus in 1590 kreeg Vlieland een officieel wapen. Het is in 1575 platgebrand, maar die geuzen zaten daar niet mee. Die bouwden meteen weer een nieuw dorpje op. En ik moet je zeggen, dat groeide steeds verder, steeds beter. Er kwamen steeds meer kroegen bij, want van de rand hielden ze. En ik zou je vertellen, in 1590 kreeg Vlieland een eigen officiële gemeente. En dit is het officiële wapen van Oost-Vlieland. En nou vind ik het wel heel frappant. Het lijkt toch wel een beetje op een geuzenscheepje, moet ik eerlijk zeggen. Laat me eerlijk zeggen. Er zal in die tijd waarschijnlijk niet iets anders geweest zijn. Maar ik vind dit een hele mooie, een hele sterke. Ik moet u zeggen, ik ben heel blij dat we deze fantastische geschiedenis voor eigenlijk alle Waddeneilanden en Harlingen boven water hebben weten te halen. Want wat er hier in die toenmalige, of op die toenmalige Zuiderzee zich heeft afgespeeld, is ongelooflijk. Dat hebben we weer boven water gehaald. Dat hebben we te boek kunnen stellen. En ik durf hier te zeggen, Anne, na 1666 hebben we voor de tweede keer een nieuw stuk Nederlandse geschiedenis op papier. En we zijn nog. U wilt ongetwijfeld aan admiraal Kramer overbrengen dat we alle begrip hebben voor zijn aanwezigheid, maar dat u wat gemist heeft. Fijn. En dat, ja, Sornooi, et cetera, straks horen we graag wat meer van u daarover. Maar als eerste, onze marine ligt ons zeer aan het hart. En de geschiedenis van de marine is zeer belangrijk. Voor de Esprit de Corps, dat weet u. En die geschiedenis hebben wij op een eerlijke wijze proberen te beschrijven. En daarover handelen we dat u ook bijzonder graag, alsjeblieft. Ja.